Dank u, voorzitter. Het siert de Europese Commissie dat ze de strijd aangaat met de Raad om vluchtelingen eerlijk over Europa te verdelen. En het stemt me dan ook somber dat lidstaat na lidstaat meldt dat het daar geen zin in heeft. En de enige aanpak die blijkbaar bij de Raad gedeeld wordt, is een aanpak van militaire actie, van meer grenscontroles en van meer mensen terugsturen. Ik hoorde u, commissaris Timmermans, gisteren verhalen over de Hongaarse vluchtelingen die in 1956 met open armen in andere Europese landen ontvangen werden. Die open armen, waar zijn die dan nu? Ze zijn niet bij de Raad, maar ze zijn ook niet bij u, commissaris, en bij de Commissie. De herziening van Dublin staat niet in de voorstellen. En dat wilde u toch zo graag, meneer Avramopoulos? We zouden toch gaan kijken wat we gingen doen aan Dublin. Ik vind het niet terug. Ik denk dat er een verschil van mening is in de Commissie en dat u daarom niet met uw voorstellen komt. U schrijft in uw eigen agenda dat Europa een demografisch tekort gaat zien in de nabije toekomst. Maar daar laat u het bij. Moet ik het dan zelf invullen? Een oud continent, omgeven door landen met jonge bevolking, kan zich niet beperken tot het bestrijden van illegale migratie door strengere controles. Een rijk continent, omgeven door landen in oorlog of in armoede, kan zich dat niet permitteren. Als er werk is voor laag geschoold of laag betaalde krachten, dan zul je dat ook moeten faciliteren, want anders zul je illegaliteit en illegaal werken zien toenemen. In de vorige periode zagen we de richtlijn voor de seizoensarbeid. Daar hadden we nu op voort moeten bouwen. Waar blijft de voorstellen voor het faciliteren van de Palestijnse nannies, dames die bij ons illegaal werk doen wat niemand anders wil doen? Waar blijven de voorstellen voor circulaire migratie? Voorzitter, je kunt een agenda maken voor een week. Je kunt een agenda maken voor een paar maanden. Je kunt een agenda maken totdat de zee weer ruw is en de vluchtelingen even aan de andere kant blijven. Maar ik verwacht van de Europese Commissie een agenda voor de komende jaren, voor de komende generatie. En dat, voorzitter, ligt helaas niet voor. Dank u. Frau Sargentini, de heer Abgeordnete Tschechowski, möchte Ihnen eine Frage stellen. Bitte schön, Herr Tschechowski. Bitte, Frau Sargentini. Ik neem de uitnodiging graag aan om in de Tsjechische Republiek een vluchtelingenkamp te bezoeken. Ik waardeer het enorm, welk land dan ook, dat er vluchtelingen opgenomen worden. Ik denk wel dat wij met z'n allen nog steeds niet genoeg doen. 20.000 mensen hervestigen uit vluchtelingenkampen is een goed streven waar de lidstaten niet aan willen. Maar het is nog maar een heel klein beetje. Ik zou ook, en dat is het laatste, voorzitter, willen zeggen dat het verschil tussen opnemen en mensen daarna een status geven en een echt nieuw bestaan tussen de verschillende lidstaten nogal uiteenloopt. Vielen Dank. Das Wort hat